Ja, we waren eventjes een pleitroeptekens vergeten op te noemen en we werden echt gelanceerd. Dus we gingen vol met vier wielen door de lucht heen en konden hem gelukkig opvangen en uitremmen. En we hebben even een boompje meegepakt aan één kant. Ja. Ik zag toen jullie bij de waterdwaling door elkaar, zag ik zo'n spakbed zo recht omhoog staan. Ja, nou, ik stond er vast en ik denk ik zet hem eens achteruit. En ik voelde eerst de kilometer of er iets is, want we zaten er zo vol op bij iedereen. Dus we wilden ook niet daar stilstaan om te kijken hoe of wat. Dus ik zei, Rob, ik kar gewoon door, ik voel het wel aan. Nou ja, ik voelde niks en ik heb denk nog 60 kilometer, 70 kilometer daarmee gereden in de tweede proef. Dus niks aan de hand, nee, geen schade. Als zesde vertrokken, jullie zaten er echt goed bij vandaag. Ja, maar goed, weet je, de goede jongens zitten natuurlijk voor je. Dus je op een moeilijk punt kan je natuurlijk toch een beetje daaraan optrekken. Dat is makkelijk zat. Weinig stof. We zijn naar Ronald en naar Rick van der Brink toegereden. En die hebben we in ieder geval dan vandaag te pakken gehad. Dus, het is wel lekker, want jullie hebben in het verleden vaak genoeg dingetjes meegemaakt. Ja. Gedoe technisch. Ja. Ja, nou loopt het lekker. Ja, weet je, als je vooraan zit is het makkelijker rijden. Dan loopt het allemaal lekker en dan zit Rob ook veel beter in zijn vel. En dan kunnen we gewoon lekker gas blijven geven. Aan het tempo met het rijden ligt het op zich niet. Daar kunnen we gewoon wel aan. Maar het is gewoon heel moeilijk om, als je maar één of twee keer in het jaar rijdt, om met z'n tweeën die aansluiting te blijven houden. Maar ik geloof dat we nu wel twee dagen hebben laten zien dat rijtechnisch wel klopt. Ja, dus, en dat proberen vast te houden. Morgen een beetje consolideren, weet je, laat twee of drie mensen mogen me best inhalen morgen. Als ik daarmee een beetje in die top 5 of in die top 10 kan blijven zitten, dan hebben we woensdag die lange marathonetappe en dan zijn we voor 500 kilometer onderweg. En ik denk dat er dan nog heel veel ellende gaat gebeuren. Dus als we dat dan een beetje fris en fruitig in kunnen, dan zien we de donderdag wel.